En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we nog even weer een kerststuk maken. Ja, we moeten het er maar gewoon van nemen, dus wat extra video's. Ik ga aan de slag met deze takkenbundel. Is echt een favoriet geweest bij een vorige video. Toen was hij langer en wat natuurlijker van kleur, dacht ik. We gaan nu een winterse variant maken, een kerstvariant. Dat is ook heel erg leuk. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En ik kreeg wat reacties dat sommige mensen geen meldingen krijgen. Dan kan je het notificatiebelletje aanzetten. En dan krijg je ook echt een melding wanneer er een video online komt. Dus wil je dat niet missen, doe dat dan. En vooral bij de live uitzendingen kreeg ik daar reacties op. Dus dat kan je altijd nog doen. En anders deel ik het ook altijd op Facebook en Instagram. Dus dat is ook leuk. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Ik heb dus een mooie basis voor dit stuk. De takkenbundels, ja geliefd. Ik ga jullie even iets dichterbij halen, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Als eerste ga ik deze bombas verdelen tussen het frame. En deze ga ik even bevestigen met een beetje lijm. En dit druk ik dan een beetje in het midden en dit verdeel ik over het hele frame. Als je wat groter stuk hebt, kan je hem ook uit elkaar halen. En dat doe ik ook met deze stukken schors. Kurk is het eigenlijk, het is geen schors, het is kurk. Nou, zoals je ziet krijgen we al een heel mooi vol effect en groen effect door een mos en het natuurlijke materiaal van het kurk. Dan heb ik hier mooie lampjes. Ik vind het altijd gezellig als de lampjes in een stuk zitten. En vooral nu het sneller donker is. En 's ochtends ook nog snel vaak donker is. Geeft toch een gezellig sfeertje. En deze gaan we in het stuk aanbrengen. Deze verdeel je gewoon over het hele stuk heen. En dit kan je er gewoon als het ware een beetje tussen vlechten. En het kastje stap ik er een beetje tussen, zodat je die niet zo ziet. Maar dat je hem wel makkelijk aan en uit kan doen. Nou, dit is toch gezellig. Oh, ik zie dat deze even iets vaster moet. Dan heb ik hier mooie kerstballetjes. En het leuke is, we gaan bij sommige eventjes de bovenkanten afhalen. Want dan kan je er water in doen en een bloemetje, een klein fijn bloemetje. En deze zet ik ook vast met lijm. Dan heb ik hier hele mooie zwarte glittersterretjes en ook deze verdeel ik. Je kan ze natuurlijk ook rechtop zetten, dat is ook leuk. Je kan ze ook bovenop het frame plakken. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op, dus je kan daar echt mooi mee spelen. Wat je zelf daarin leuk vindt.
En ik maak nou helemaal een frame in het zwart-wit. Maar je kan het natuurlijk in elk gewenste kleur maken. En bij het bestellen kan je voorkeurskleur aangeven. Dan gebruik deze gedroogde zilveren bolletjes en die zet ik ook vast. Kijk hoe mooi dat al wordt. Echt super leuk. Dan nog mooie zilveren dennenappeltjes. Ik zet hem nou een beetje als groepje bij elkaar, maar je kan ze natuurlijk ook weer verdelen. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Dan heb ik hier prachtige zwarte plataanbolletjes en die laat ik er een beetje tussen lopen. Dan doe ik er een klein beetje lui onder. Dan heb ik hier een zakje met allerlei materiaaltjes. Dit kan een beetje verschillen, maar hier zitten altijd wel leuke dingen in om er nog tussen te gebruiken. En hier zitten ook nog wat bijmateriaaltjes in, zoals deze sneeuwballetjes. En ik heb hier nog een sterretje. Maar dit verschilt per pakketje, dus niet overal hetzelfde. Maar dat kun je er ook gewoon tussen verwerken. En dan heb ik hier nog glittersneeuwvlokjes. Die vind ik ook echt super leuk tussen. Net dat subtiele glittertje. Kerstballetjes vullen met water en daarna doen we een takje pindersgroen. Dit geeft echt het mooie kersteffect en maakt het helemaal af. Ik doe dit met zo'n makkelijk flesje, maar heb je dat niet, kan je dat ook voorzichtig met een gietertje doen.
een heel mooi apart stuk. Net even anders, een heel mooi apart kerststuk. Ik vind het echt een heel leuk frame. En met de lampjes maak je natuurlijk extra gezellig in huis. En wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit pakket kan bestellen. En dan kun je daar zelf mee aan de slag. Je kan een voorkeurskleur geven. Dus denk je van, goh, ik vind het zilver-zwart. Dat is niet helemaal mijn ding. Dan kan je een andere kleur aangeven. Dus dan kan je daar zo bestellen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan kan je eventueel het notificatiebelletje aanzetten. Dan krijg je een melding als er een nieuwe video van mij online komt. En dan wil ik jullie bedanken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!